Nou, met veel enthousiasme en de stoep zat aardig vol. Dus we zijn er gewoon vol ingegaan en hebben eigenlijk niks te verliezen, want we hebben daar 3-0 verloren. En wij gingen er eigenlijk als vrijuit team eigenlijk in. Ik denk dat we hard geknokt hebben, we hebben wel een aardig niveautje laten zien. En bij hun ging het ook niet vanzelf en dan zag je in de laatste sets ook wel eigenlijk dat wij gewoon volle bak gingen en hun hadden er aardig wat moeite mee. Hun hadden in de eerste 2 sets misschien wat meer service druk. En ik denk dat we daar op een gegeven moment wel wat moeite mee hadden. Misschien ook wel de druk waar we mee om moeten gaan. Maar we hebben hard gevochten voor wat we waard zijn, vind ik. Dus, Wat mij opviel was dat het bij 2-0 al gespeeld was. Maar dat jullie de derde set gewoon doorknokten. Ja, klopt. Volgens mij gingen we gewoon weer vrij uit. Kopjes leeg, 2-0. Hun waren dus eigenlijk al door. Maar wij willen eigenlijk gewoon alles op alles zetten om de wedstrijd te winnen. En ik denk dat we daarom ook gevochten hebben als Leeuwen. En dat is ook wel het compliment van het team, vind ik. En Appie en Erik ook gewoon doorgaan. We hebben niks te verliezen, dus we kunnen hier alleen maar van leren. Je hebt hem wel verloren, want je ligt uit het Eurocup toernooi. Ja. Hoe heb je dat toernooi beleefd? Kort, maar zeer intensief. En ik denk dat we alleen maar ervaring hiervan op kunnen doen. Ik zelf heb nog nooit een Europacup wedstrijd gespeeld. Dus ik heb het eigenlijk ervaren als een... Als een nieuwe ervaring eigenlijk. Ja, want wat vond je er apart, nieuw, spannend, leuk aan? Nou, de druk zeg maar waar we mee om moeten gaan. Ik bedoel, het is eigenlijk een heel ander niveau. Want hun zijn allemaal eigenlijk profs. En in Nederland heb je bijvoorbeeld net een aardige service druk. En hebben wij tot nu toe nog niet, we hebben er wel wat moeite mee gehad. Maar tot nu toe nog niet zo'n service druk gehad. Maar ook gewoon de druk met de mensen in de stoep. De druk dat wij daar spelen. Het reizen, daarmee omgaan. En ja, ik denk dat het hele proces, zeg maar, dat we daar nog heel wat van kunnen leren. Het spel ook, het niveau. En daar kunnen wij ons alleen maar aan optrekken om door te gaan in de competitie met dat gevoel. Zo'n Europacup-avontuur smaakt naar meer, neem ik aan. Hè? Ja, zeker. Volgend jaar weer. Ja, zeker. Daar gaan we voor.